Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Simone Kersenboom uit 1984. Een beroemd boek. Ja, dat klopt. Ja, maar je noemt nu wel meteen mijn verjaardag, hè? En dat is heel onbeleefd om dat bij een vrouw te doen. Ik noem een jaartal en een boek van George Orwell. En volgens mij noemt de partijleider van Forum voor Democratie, de partij waar je Kamerlid van bent, ook George Orwell regelmatig de afgelopen 2 jaar. Ja, dat klopt. Dat hoort er wel een beetje bij. Hè. Het is heel dystopisch. Een heel dystopisch boek in een hele dystopische wereld waarin we nu leven. Ja, maar is misschien altijd wel zo geweest. Want je komt uit een hele andere setting. Je komt uit een ander land. Uit wat voor gezin kom je? En welk land? Ik ben gewoon in Nederland geboren uiteindelijk. Dus mijn paspoort zegt gewoon dat ik een Nederlander ben. Ik heb maar 1 paspoort. Ik heb geen 2e paspoort. Dus gelukkig mag ik hier blijven van de PVV. Is ook wel fijn. mijn moeder is Zuid-Afrikaans. Vader is Nederlands. Mijn vader heeft mijn moeder in de jaren 70 in Zuid-Afrika ontmoet. Mijn vader is een baggerboer. Die was daar bezig in de jaren 70 om de haven van Port Elizabeth uit te graven. Daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Love at first sight blijkbaar, zoals ik het gehoord heb van mijn ouders. En toen moest mijn vader uiteindelijk terug naar Nederland. En hebben ze elkaar een tijdje niet meer gesproken. Want ja, het was de jaren 70, hè, er waren geen apps, geen e-mails. Dus alles was heel lastig via brief en kaartjes. En telefoontjes die toen nog heel duur waren, denk ik. En ze een tijdje geen contact meer gehad. En toen opeens had mijn moeder mijn vader een kerstkaart gestuurd. En mijn vader is gewoon meteen naar Zuid-Afrika vertrokken en is mijn moeder gaan halen. Hoeveel zat er tussen? Hoeveel tijd? Dat weet ik niet. Ongeveer 1 jaar of zo, of 2 jaar dat toch tussen zat. Jo. Ja, soms blijft liefde toch gewoon een beetje hangen in het hart. Dat je en heeft hij ooit verteld wat er toen gebeurd was met die love on first sight in Zuid-Afrika? Nee. Ik denk dat mijn ouders best wel face-based waren en dat ze me dat niet durven te vertellen. Ze wilden gewoon dat ik heel net blijf en er geen slechte ideeën van mijn ouders over heb. Dus ik heb daar nooit veel van gehoord. Mijn vader heeft me wel een keer ik ging altijd op zondag, ging ik altijd met mijn vader. Deden we een coastal drive, hè, want Port Elizabeth dat ligt aan de Atlantische Oceaan. Ja, en dan ging ik, als mijn vader thuis was van zijn werk, gingen we op zondagen altijd gewoon met de auto, reden we langs de kust, gingen we ergens lunchen. En ja, een paar keer heeft hij me ook laten zien waar hij gewoond heeft toen hij in Zuid-Afrika woonde. Dat was dan het centrum van Port Elizabeth. En ja, dan vertelde hij me altijd de verhalen van wat ze allemaal deden en hoeveel kreeft ze gegeten hadden, wat helemaal niks kostte toen. Ja, en ik denk dat mijn vader daar ook nog hele mooie herinneringen aan heeft van zijn tijd. Toen hij nog jong was en werkte in Zuid-Afrika. Ja, en hij haalde daar een vrouw op. Ja, klopt. Jouw moeder. Ja, mijn moeder. Ja, mijn moeder is natuurlijk ook gewoon een typisch Afrikaans verhaal. Is dat een Afrikaanse moeder, Engelse vader. Haar vader was best wel op een jonge leeftijd gestorven. Dus mijn oma moest voor 5 kinderen zorgen. Ja, ze was een verpleegster in een snoepfabriek. Dus ze mocht af en toe wat snoepjes meenemen voor de kinderen. Maar uiteindelijk zijn die 5 kinderen gewoon opgegroeid. Best wel een klein flatje. Een verpleegster in een snoepfabriek, dat snap ik. Ja. Ja, ze hadden waarschijnlijk ook gewoon al die normale health and safety regulations toen der tijd. Dus zij was gewoon de company nurse. Dus als er een ongelukje was, mocht zij dat verzorgen. Ja, dus mijn opa was overleden toen mijn moeder 12 of 13 was. Best wel op een jonge leeftijd. Ja, dus zij zijn nogal gewoon zonder vader opgegroeid. Maar ja, met mijn oma, maar gewoon in een mooi Afrikaner buurt in Port Elizabeth. Ja, en er was ook heel veel gevoel voor gemeenschap toen de tijd. Dus iedereen zorgde een beetje voor elkaar. En toen ontmoetten ze een meneer uit Nederland. Uit een Nederland. Baggerboer. Een baggerboer, ja. Een baggeraar dus. Ja, dus mijn vader noemde dat altijd een baggerboer. En ik weet niet of dat gewoon lingo is uit die wereld zelf. Maar ik ben altijd opgegroeid met het woord een baggerboer. En wat deed hij precies dan? Baggeren of iets anders op dat... Op die schepen? Nou, mijn vader was 15 toen hij naar de zeevaartschool is gegaan. Maar hij heeft zichzelf gewoon helemaal van de bottom-up tot kapitein opgewerkt uiteindelijk.
Dus ik denk dat hij inmiddels... hij is nu met pensioen. Maar ik denk dat hij met zijn lange service in de zeevaart... een beetje alle posities heeft bekleed. En uiteindelijk? Ja, tot kapitein. Hij is kapitein geworden. En dat heeft hij een paar jaar gedaan. En dan nu gewoon lekker met pensioen in Zuid-Afrika. En jij ging daarheen, maar je had gewoon hier, je bent hier in Roosendaal geboren, geloof ik. Ja, het klopt. Ja, ik ben in Roosendaal geboren, maar mijn vader heeft altijd gewoon een enorme liefde voor Zuid-Afrika gehad. Al sinds dat hij klein was. Mijn moeder was minder enthousiast om naar Zuid-Afrika te verhuizen. Maar ja, Zuid-Afrika... was blij dat ze in Nederland was. Ja, die was heel blij dat ze in Nederland was en dat eigenlijk ook haar leven hier opgebouwd met de kinderen. Vrienden en vriendinnen gemaakt. Nederlands sprak ze al natuurlijk. Ja, ze sprak natuurlijk Afrikaans, maar mijn moeders Nederlands is eigenlijk best wel goed. Alhoewel, toen ik klein was, voordat ik naar school ging, had ik zelf al een probleem met het uitspreken van de SCH. Dus, school. Ja, want in Afrikaans is het gewoon skip en school. Ze hebben de SCH niet. Ja, in Nederlands dus wel. Dus toen ik heel klein was, was het voor mij ook skip in plaats van schip. Of school in plaats van school. Dus je sprak meer Zuid-Afrikaans dan Nederlands? Of hoe ging dat dan? Nou, ik denk dat het een beetje een mengelmoes was. Want ja, ik sprak gewoon Nederlands, maar dan met een paar Afrikaanse peculiarities, denk ik. Ja, ik ben gewoon volledig drietalig opgegroeid. Want mijn moeder sprak Nederlands tegen me, Afrikaans. Vader Nederlands, Nederlandse familie, Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Maar je zat op school in Nederland. Ja, klopt. Maar daarom was ik ook gewoon heel goed in Engels op school. Ja, dan viel de leraren toch ook op. Maar goed, dan dochter van een gemengd gezin. Ja, ik kreeg er ook de punten voor in het Engels. Dus het was een van de makkelijkere vakken, gelukkig. Ja. Ging dat makkelijk, school? In Nederland? Ja. Jazeker. Ja, ik had gewoon een paar vakken waar ik altijd heel veel voor gevoel heb gehad. Maar ja, ik kom gewoon van de geesteswetenschappen, dus geschiedenis. Nederlands was ik ook bizar goed in. Talen waren, Engels, Nederlands, wiskunde was altijd maar een zwaktepunt voor mij. Dat was mijn hele leven al zo. Ook op high school vond ik dat best wel lastig. Ik heb het wel als vak genomen, de hele... Zijn er nog broers en zusters? Ja, ik heb een jonger broertje, die is 8 jaar jonger. Ja, ik pest hem altijd een beetje dat hij een beetje de accident van de familie was. 8 jaar jonger, ik was ooit bedoeld dat ik een enig kind zou zijn. Dat heb ik ook heel lang genoten, vooral in Nederland, omdat ik geen neefjes of nichtjes had. Dus als je echt de enig kind bent in een hele familie, dan word je best wel spoiled. Dus verwend. Verwend, Er kwam ineens een broer die... Maar ik vind mijn broertje wel heel leuk hoor. We hebben ook gewoon een hele goede relatie, dus... Maar die broer, die woont in Zuid-Afrika, denk ik. Ja, die woont nog steeds in Zuid-Afrika. Ja, kijk, hij was 3 toen hij emigreerde. Ja, dus hij spreekt geen Nederlands meer. Hij spreekt toevallig ook geen Afrikaans. Een complete Engelse school geweest. Want uiteindelijk, in mijn familie zijn we ook Nederlands niet meer blijven spreken. Gewoon omdat we allemaal... Ja, de kinderen waren nog klein. Ik was 12, mijn broertje was 3. Ja, op een gegeven moment integreer je wel gewoon helemaal in die gemeenschap. Even kijken, wie heeft nou welke paspoorten dan? Want dan heeft die broer, heeft hij nou een Nederlands paspoort? Of? Ja, mijn vader, mijn broertje en ik hebben alleen maar een Nederlands paspoort. Alleen mijn moeder heeft een Zuid-Afrikaans en een Nederlands paspoort. Dus ze zijn eigenlijk toch in Zuid-Afrika buitenlanders? Ja, we zijn permanent residents in Zuid-Afrika. Ja, klopt. Okay. Zou je niet merken. Nee, en een verscheurd gezin. Want waarom kies je dan toch voor Nederland? Ja, kijk, Nederland... Het bleef wel altijd een beetje mijn thuis, hoor. Ik wist altijd dat er hier een land op mij, voor mij klaar stond. Maar ja, ik ben afgestudeerd in Zuid-Afrika. Ik heb mijn PhD daar afgerond. Maar in Zuid-Afrika heb je natuurlijk ook last van affirmative action. Dat is die rechtsstaande actie. Dus binnen de universiteit is er een puntensysteem voor het aannemingsbeleid. Dus ja, een zwarte vrouw zou heel veel punten krijgen, een zwarte man... Een kleurlingvrouw, Zuid-Afrika is heel erg op ras gefocust. Daar hebben ze echt een obsessie mee. Dus er is een hele hiërarchie van zwart, kleurling, Indisch, Chinees. Ja, en helaas, omdat ik ten eerste geen Zuid-Afrikaan ben, krijgt mijn universiteit geen punten om mij aan te stellen. Ja, en laten we heel eerlijk zijn, geschiedenisdepartementen in Zuid-Afrika zijn voornamelijk blank. Omdat zwarte mensen die afstuderen met een PhD in geschiedenis, die gaan niet... lesgeven op universiteit, die gaan voor de overheid werken. Want dan kun je veel, veel, veel meer verdienen.
Ja, dus wie blijft er achter de universiteit? Het zijn vooral dan die blanke oudere mannen. Ja, en dat moest natuurlijk veranderen. Het beeld moest gaan veranderen. Dus ze konden mij helaas niet aannemen. Ja, want je kwam eigenlijk naar Zuid-Afrika op het moment dat daar de omslag was van het ene apartheidssysteem naar het omgedraaide apartheidssysteem. Ja, dat klopt. Ja, we zijn in 1996 naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Dus ja, dat is 2 jaar na de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. Ja, maar sindsdien is het gewoon heel langzaam aan meer en meer rasgerelateerde wetgeving in Zuid-Afrika van toepassing gekomen. Ja, dat je nu gewoon in een land leeft dat meer rasgerelateerde wetgeving heeft dan tijdens apartheid. Dus ja, blanken worden nu gewoon systematisch gediscrimineerd in Zuid-Afrika. En dat is gewoon een werkelijkheid. En dat kun je factchecken, dat is gewoon zo. Dus je was op die universiteit succesvol. Je haalde een doctorstitel historica, geloof ik. Ja. Maar je kon niet aan het werk. Of in ieder geval niet op de universiteit. Nee, dus dat is de reden dat je weer naar Nederland kwam? Ja, op een gegeven moment dacht ik, weet je, als dit land mij niet wil, nou, dan pak ik gewoon mijn koffers en dan ga ik naar mijn andere thuis. Nou, wat vonden ze daar thuis van? Ja, mijn moeder vond het heel moeilijk. Mijn vader was daar meer positief over. Maar ja, het is gewoon een realiteit voor veel ouders in Zuid-Afrika op het moment dat ze gewoon beseffen dat als ze een beter leven willen voor hun kind, dat je uiteindelijk afscheid moet nemen van dat kind. Dat gaat Zuid-Afrikanen, jonge Zuid-Afrikaners gaan voornamelijk naar Engeland. Ze gaan naar Australië, ze gaan naar Nieuw-Zeeland, ze komen naar Nederland. Maar dat zijn dan de blanken? Voornamelijk, ja. Ja, voornamelijk. Er zitten natuurlijk ook heel veel zwarten en andere mensen komen ook naar het Westen eigenlijk. Zo mag je het gewoon noemen. Om een beter leven te zoeken, minder criminaliteit. Vooral voor blanken zijn er meer opportunities. Want dat leven, je was gewend in Roosendaal te wonen. Ja. Toen zat je ineens in Zuid-Afrika. Een heel ander soort van wonen. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat toen mijn ouders een nieuw huis hadden gekocht. En mijn moeder was er best paranoïde over. Ze moest echt, als we s'avonds gingen slapen, als mijn vader niet thuis was. Want kijk, hij was natuurlijk heel vaak ergens in de wereld op het schip 8 weken weg van thuis. Dus wij waren alleen thuis. En mijn moeder s'avonds echt, iedereen moest zijn deuren op slot doen voordat we gingen slapen. Mijn moeder ze schrok voor ieder geluid. Want natuurlijk criminaliteit is enorm omhoog gegaan. De criminaliteitscijfers zijn enorm omhoog gegaan in Zuid-Afrika. De laatste 30 jaar. En tot schrikbarend hoog eigenlijk. Ja, en op een gegeven moment begon dat zich uit te breiden met een hek om het huis. En we woonden gewoon in een hele normale buurt. Maar dat zag je gewoon bij alle huizen in de buurt gewoon gebeuren. De eerste 10 jaar dat wij daar woonden. Er gaan hekken om het huis, muren om het huis. Iedereen krijgt private security. Want ja, je hoeft niet op de politie te wachten als er iets gebeurt. Want die komen of niet, of het duurt 1 uur of 2. Dus iedereen heeft gewoon private security, alarmsystemen, tralies voor de ramen, voor de deuren. Ja, ook nog dan een hek tussen de slaapkamer en de rest van het huis. Voor als je 's nachts gaat slapen, dat tenminste de slaapkamers veilig zijn, mocht er iemand het huis binnenkomen. Ja, en het ergste daarvan is dat gewoon normaal wordt. Maar vond je dat ook normaal? Moest je eraan wennen? Nee, ik kan me niet heel goed herinneren dat ik dat heel abnormaal vond. Je moest opeens wel wat voorzichtiger zijn. En je kon je ramen niet openlaten als je ging slapen. Allemaal van die kleine dingetjes. Maar ja, als je kind bent, dat accepteer je die veranderingen gewoon zo snel. Ja, en het wordt heel snel normaal. Maar je gaat met keurige kleertjes, netjes gekamd. Want het moet allemaal met uniformen en het Engelse systeem. Strenge school. Dan ga je naar die scholen toe, ook al in een andere setting. Hè? Hoe kom je op die school dan, vanuit dat huis? Dat is natuurlijk ook onveilig dan, de straat over. Nou, dat viel best wel mee. Ik woonde heel dicht bij mijn school, dus ik mocht gewoon naar school lopen. Maar op een gegeven moment werden ook heel veel, was na mijn tijd, maar kinderen vooral werden aangevallen voor hun mobiele telefoons. Dus dat is ook natuurlijk gestopt. Maar in mijn tijd kon ik gewoon nog wel naar school lopen. Ja, het was 200 meter naar mijn school of zo. Dus dat viel best wel mee. Maar ja, we hebben natuurlijk geen cultuur in Zuid-Afrika dat je met de fiets overal naartoe gaat. Kinderen in Nederland hebben enorm veel vrijheid, omdat ze gewoon met de fiets overal naartoe kunnen. Ik weet het nog heel goed, hè. Ik mocht met de fiets naar school, naar het zwembad.
even de stad in met de vriendinnetjes. Ja, ik was 12 en dan ga je dat soort dingen doen. Dragen wat je wil op school. Dragen wat je wil op school, dat is natuurlijk ook heel anders. Ja, in Zuid-Afrika heb je die vrijheid gewoon niet als kind. We hebben wel grote tuinen waar je kunt spelen als je klein bent. Maar op een gegeven moment als je een tiener wordt, ja, dan moeten je ouders je maar naar de shoppingmall nemen. Want dat is een beetje de enige outlet die kinderen op die leeftijd hebben in Zuid-Afrika. Ja, en dat is best wel triest. Dus dan word je een beetje een mall rat, hè, zoals ze dat noemen. Dan ga je gewoon het winkelcentrum rondhangen. Ja, klopt. Beetje dezelfde cultuur. Wat is dat? Is er geen uitgaansleven? Dat is er toch wel? Ja, maar dat is pas als je 18 bent. Oh, op die fiets. Ja, dus de tijd dat je een puber bent, ja, je mag naar de kerk gaan. Ja, je mag naar de shoppingmall gaan, je mag naar de film gaan. Ja, en dan, ik woonde gelukkig aan de kust, dus wij mochten ook naar de beachfront. Dan hadden ze op een zondag altijd van die winkeltjes staan. En dat mocht wel. En naar de kerk deden jullie dat? Ik wel, ja. Ja, mijn ouders niet zozeer, maar ja, ik ging bijna elke zondag naar de kerk. Ja, je kijkt erbij alsof je ervoor schaamt. De katholieke kerk, neem ik aan. Nee, het was protestantse kerk. Ja, nee, ja, ik kom uit een katholieke achtergrond, maar ja. Ik ging naar de protestantse kerk. Hoe kwam dat? Ik bedoel, hoe kwam je op die protestante kerk? Dus dat heeft te maken met Zuid-Afrika? Ook gewoon via school. Wij hadden op school nog elke woensdagochtend en donderdag en vrijdagochtend hadden we Bijbelklas, voordat we met school begonnen. En op school zongen we ook hymns. Hè. We hadden op maandagochtend hadden we assembly. Gingen we ook die hymns zingen. Ja, religieuze liederen. Ja, religieuze liederen. Ze bidden nog op school. Je krijgt gewoon de lessen van de Bijbel mee. Dat hoort er gewoon allemaal bij. En dat is heel normaal. En vooral voor onder de jongeren is er een hele grote jeugdbeweging die ook zich ook binnen de kerk beweegt. Dus dat jongeren zich daarbij kunnen aansluiten en leuke dingen doen met andere jongeren. Ja, omdat wij die vrijheid niet hebben om andere dingen te gaan doen. Ja, en de meeste Afrikaners worden echt heel streng opgevoed. Dus die gaan ook echt niet drinken of ergens naartoe voordat ze 18 zijn en dat het mag. Ja, dan is dat één manier om iets te kunnen en mogen doen. En ik ging dus, omdat ik bij de kerk betrokken was, had ik elke woensdag hadden zo'n bijbelgroepje. Ja, dan kwam je samen met jongeren en dan ging je bij iemand thuis koffie drinken en het over de Bijbel hebben. Maar ja. Ben je inderdaad religieus? Of was het een outlet om, ik ga nu ook Afrikaans praten, of was het een een manier om een sociaal leven te hebben? Ik denk een beetje beide hoor, want ik voelde me wel heel religieus en ik las ook mijn Bijbel elke avond. Maar dat was een beetje een bijproduct, denk ik, van ten eerste aansluiten omdat je een beetje meer sociaal leven wilt buiten school. Want ja, ons schoolleven is ook heel druk, omdat in Zuid-Afrika, het is niet alleen dat je naar de klas gaat. Onze scholen zijn echt gemeenschappen. We waren verplicht om sport te doen. Dus je moest een sport spelen, dat doe je altijd na school en op school. Want we hebben natuurlijk al die hele grote velden. Je moest ook een hobby kiezen op school. En dat werd dan ook aan het einde van de dag, moest je dan weer iets gaan doen. Dat kon echt, wat je allemaal kan denken, van EHBO to etiquette. Ja, dat waren allemaal van die kleine dingen waardoor wij altijd bij de school betrokken waren. Ja, en dat, ik moet zeggen, dat mis ik wel een beetje hier in Nederland. Dat idee van gemeenschap. Het kwam uit een heel andere setting, ja. Hè? School, ja, het is... jij tegen de leraar en weet ik wat allemaal. Ja, precies. En dus in Afrika is dat echt heel anders in dat systeem. Want ja, als een leraar de klas binnenloopt, moet je opstaan. Say, good morning, sir, or good morning, ma'am. Ja, leraar wordt altijd de achternaam aangesproken, of sir of ma'am. Je moest altijd een rijtje gaan staan voordat je de klas binnen mocht. Ja, en heel zwaar onderwijs, vergeleken met hier. Ja, normaal onderwijs. Nou ja, ik bedoel... Ja, wij focussen nog gewoon op de vakken, hier krijg je al die rare dingen erbij, zoals maatschappijleer. En bij ons was het gewoon ja, Engels, Afrikaans, wiskunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde. Ja. En de geschiedenis beviel het best? Ja, bij mij wel in ieder geval. Ja. Ja, het was wel een van mijn beste vakken, samen met Afrikaans. Je spreekt erover alsof je dat leven, dat hele strenge, ja, haast orthodoxe leven, meer apprecieert dan de vrijheid hier. Of de nonchalance van trek maar wat aan, het is altijd goed. Ja, ik denk uiteindelijk, toen ik een tiener was, je klaagt altijd over je uniform, dat het zo saai is. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel betere burgers creëert. Hè? Dat idee van gemeenschap op school, dat je
waar je altijd bij elkaar en voor elkaar zorgt. Dat je onderdeel bent van iets. En dat laat de uniform zien. Dat laat die assemblies op een maandagochtend zien. Dat je onderdeel bent van iets. En dat is iets dat wij, denk ik, in Nederland kwijt zijn geraakt. We zijn heel individualistisch geworden. En dat laat zich ook kenmerken in de samenleving. Kijk, in Zuid-Afrika gaan heel veel dingen fout. Maar als je kijkt naar wat de Afrikaners nu doen. En die zijn bezig om... Die zeggen, wij zijn van dit land. Wij laten ons niet wegjagen. Dus wat ze doen, ze zijn dingen zelf aan het bouwen. Ze zijn universiteiten aan het bouwen. En ze zorgen voor hun eigen veiligheid. Hun eigen sociale welvaart. Hun eigen economie. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Maar omdat ze vanuit gemeenschap denken. En dat is iets dat je in Zuid-Afrika meekrijgt vanaf dat je kind bent. Dat je onderdeel bent van iets groter dan jezelf. En ik denk, ja, en dat mis ik. Als je dat ook ziet in de scholen nu in Nederland. Hè, dat idee dat paasontbijt te veel wordt. Dat het te veel is voor de leraren. Ik heb eigenlijk nog een hele mooie herinnering aan mijn katholieke basisschool in Nederland. Hè, kerststukje, we gingen naar de kinderboerderij met de kerst om kerststukjes te maken. Met Pasen, ja, was palmpasen natuurlijk in het katholieke zuiden. Dan kreeg je zo'n stok en dan mocht je een broodje bakken, zodat een kuikentje of zo was. Palmpasen, eikoerij. Ja, en ik heb daar nog hele mooie herinneringen aan. Ze zijn gewoon dat gevoel creëren dat je roots hebt ergens, je wortels hebt ergens. Dat de geschiedenis verder gaat dan jijzelf. Dat alles die dingen betekenis hebben. Wel dat... raar, want je komt toch uit een verscheurd gezin. Want op enig moment denk je toch, ik ga naar Nederland. Terwijl je broer blijft daar. En je ouders. Ja. Ja, maar ja. Hebben wij dit punt niet al... Ik denk dat we dit punt al besproken. Nee, nog niet. Nee. Er komt het enig moment, hè, de studie geschiedenis doe je. Ja. En je had daar dus gewoon eigenlijk kunnen blijven als dokter in de geschiedenis. Ja, dat was natuurlijk een beetje lastig, omdat ik geen baan kon vinden door mijn door huiskleur en door het feit dat ik geen Zuid-Afrikaner was. Want ja, in de universiteit heb je dus dat puntensysteem. Dat is gebaseerd op ras. Dus als je een zwarte vrouw aanstelt, krijg je zoveel punten. Zwarte man zoveel punten. Helemaal op ras gebaseerd. Van top to bottom. Ja, en ik stond helemaal onderaan, omdat ik geen Zuid-Afrikaner ben. Dat ook nog. Dus mijn universiteit kon mij niet aanstellen. Dus ik dacht, ja weet je, dan pak mijn koffer gewoon. En dan ga ik wel naar mijn andere thuis. Ik heb een ander thuis en gelukkig spreken de taal. En dan ga ik het wel in Nederland proberen. Hoe vonden je ouders en je broer dat? Nou, mijn moeder had er wat meer moeilijkheid mee. En mijn vader was daar meer positief over. Ja, mijn broertje, die vindt alles maar goed. Die heeft gewoon zo'n persoonlijkheid, die vindt het allemaal prima. Maar het is wel een realiteit die heel veel ouders in Zuid-Afrika mee geconfronteerd worden. Want en ze weten dat ook, dat ze uiteindelijk, omdat er zo weinig mogelijkheden zijn, voor vooral voor blanke kinderen in Zuid-Afrika qua werk, dat ze uiteindelijk afscheid moeten nemen van hun kinderen. Ja, ze gunnen hun kinderen een betere toekomst en ze beseffen dat. Maar ja, het blijft natuurlijk moeilijk als ouder om afscheid te nemen van je kind. Want je weet niet wanneer dat kind terugkomt. Want kijk, veel blanke Zuid-Afrikaners, jonge blanke Zuid-Afrikaners, die gaan naar Engeland, die gaan naar Nederland, die gaan naar Australië, die gaan naar Nieuw-Zeeland. Om een beter leven te creëren voor zichzelf. En je merkt wel, heel veel mensen hebben dan wel heimwee naar Zuid-Afrika. Maar ik denk dat is met iedereen. Hè. Je hebt altijd heimwee naar thuis. Dus Zuid-Afrika zit vol met gebroken families. En dat is gewoon helaas een realiteit van modern Zuid-Afrika. Waar het gewoon niet alleen voor blanke kinderen is het moeilijk om werk te vinden. De hele economie stort gewoon in elkaar. Er is geen focus op het creëren van banen. De overheid is zo corrupt. Dat er gewoon, die zitten daar alleen maar om hun eigen zakken te vullen. Maar de rest van de bevolking crepeert gewoon in Zuid-Afrika op het moment. En dat is voor elke bevolkingslaag zo. Maar helaas is het voor blanken nog moeilijker. Omdat er zoveel rasgerelateerde wetgeving tegen hun gekanteld staan. Maar nu zitten je ouders daar. Ja. En je broer. En het Zuid-Afrikaanse deel van de familie. Je hebt hier nu alleen het Nederlandse deel van je vaders familie om je heen. Ja. En natuurlijk, ik mag je feliciteren, want je bent zwanger. Ja, klopt. Heel kort. Ja, ja, nou... Hoeveel maanden? Ik ben nu 4 maanden zwanger. Oeps, ja. Ja, oeps, ja, ja. Dat dacht ik ook. Oh, nou ja, dat was toch wel de bedoeling.
Nou, dat was niet echt de bedoeling. Maar ja, soms gebeuren er gewoon dingen. Ja, en dan pas je je leven daaraan aan. Maar we zijn wel gelukkig hoor, dat daar niet van. Je kan niet zomaar zwanger worden. Nee, dat klopt. Nee, maar het stond nog niet in de planning. Maar het is gewoon wat eerder gebeurd dan verwacht. Je hebt een man, je bent getrouwd. Ik ben verloofd. Verloofd net voor corona. En en toen kon je dat niet eens melden in Zuid-Afrika, althans niet persoonlijk. Nee, precies. Dus alles was altijd via, ja... Dat moet ook wat zijn, want nu ga je dus wel echt dat verschil merken, dat je ouders er niet zijn. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, en voor mijn ouders is het ook het moeilijkste geweest, denk ik, is de zwangerschap. Want ja, dit is hun eerste kleinkind. En opeens moet je dat melden, gewoon via een WhatsApp-videocall. Van, hi, mom en dad. Ja, dus die dachten dat we gingen zeggen dat we uiteindelijk gingen trouwen. Nou, dat was dus niet het nieuws. Dus we hebben een stapje overgeslagen. Maar ja, mijn moeder zat gewoon te huilen, mijn vader bijna ook. Ja, en ze missen natuurlijk ook die hele zwangerschap. Hè. Normaal is dat leuk, vooral voor een moeder om met haar dochter mee te gaan. En dan merk je opeens wel hoe groot die afstand is. Onbetaalbaar ook. Ja, maar gelukkig ga ik nu in april weer naar Zuid-Afrika. En ik weet, mijn moeder is nog nooit terug geweest naar Nederland. Sinds dat we geëmigreerd zijn. Nu komt ze voor het eerst wel in september. Dat is een uitgerekende datum. Dus komen ze wel naar Nederland. Dus ja, het maakt de wereld heel anders opeens. Ik bedoel, dat is die scheiding waar ik het net over had. Ja. Je hebt een totaal... Ja, je hoeft het niet als een probleem te zien, maar het is toch anders dan bij veel andere mensen. Je hebt niet alleen een worteling in Nederland en een worteling hier met je familie. Ben je van jongs af aan kennelijk gewend? Ja. Ben je wel gelukkig? Ik ben zeker, ja. Ik ben wel gelukkig. Ik zie het niet altijd als iets negatiefs. Ik vind het juist mooi dat ik twee landen heb die ik thuis kan noemen uiteindelijk. Ik denk dat maakt je ook rijker als een persoon. Ja. Maar ik heb het ook over de familiebanden. Dat ga je dus, je gaat nu een kind krijgen. Je ouders komen hier, maar op een gegeven moment moeten ze ook weer terug. Ja, dat is gewoon helaas een realiteit dat heel moeilijk is. Hoe oud zijn ze, je ouders? Mijn ouders zijn nu in de 60. Dus dat valt wel mee. Het valt mee. Ja. Ik ben zelf ook natuurlijk ook wat ouder voordat ik ben begonnen met kinderen krijgen. Maar ze zijn gewoon zo blij daarover. Maar ja, weet je, mijn moeder heeft precies hetzelfde gedaan. Maar ik ben ook geboren in Nederland. En mijn oma heeft mij ook pas op 18 maanden voor de eerste keer gezien. En daarna een paar keer toen we op vakantie gingen naar Zuid-Afrika. En is uiteindelijk ook overleden toen ik 10 was. Dus ja, die band heb je dan niet. Maar ja, misschien klinkt dat heel raar voor jou, Ernst. Ik weet het niet, maar voor mij is dit gewoon normaal. Ja, dus de realiteit. Dit is het leven. Zoals ik die invulling geef en zoals mijn familie die invulling geeft. Uiteindelijk zijn ze trots op je, want net lijkt mij, hè, PhD, u bent dokter, mevrouw, in de geschiedkunde. Trouwens, in de geschiedenis, het proefschrift, waar ging dat over? Nou, dan moet ik toch even overschakelen naar het Engels, hoor. Want dat is heel lastig om... Nou ja, ook niet hele proefschrift te horen, maar wat was het onderwerp? Ja, dat was dus de Post-Foundational Mythology Creation of Post-Apartheid South Africa. Dus ik heb gekeken naar de ontstaansmythes van de post-apartheid Zuid-Afrika. Dus na 1994, hoe heeft de ANC een nieuwe ontstaansmythe opgericht om zichzelf te legitimeren, omdat ze falen in het heden. Dus hoe hebben ze de geschiedenis aangegrepen en die herschreven in het heden? En toen ontmoette je hier in je nieuwe functie bij Forum voor Democratie Martin Bosma. Ja, klopt. Die en meer dat... weet over Zuid-Afrika dan ik. Echt waar? Ja, ik schaam me dood. Nou ja, hij is ook wel heel erg belezen. Het is echt een intellectueel van de eerste orde. Klopt, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had nog zijn boek Een minderheid in eigen land gelezen. Want ik was nooit bewust van hoe ver de Nederlandse inmenging in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, hoe diep geworteld dat zat. Dus voor mij was dat ook best wel een openbaring, hoor, om dat boek te lezen. En ik dacht, nou, dat was ook wel fijn dat de paar Nederlandse politieke partijen bijna een burgeroorlog in Zuid-Afrika hebben uitgelokt. Nou, maar hoe kom je dan, want is dat...
Beschrijf dat nou nationalisme of kolonialisme, die studie? Mijn proefschrift? Ja. Dat is post-apartheid nationalisme, dus rainbow nationalism, zoals we dat noemen. Zuid-Afrika heeft gewoon een hele lange geschiedenis van nationalistische bewegingen. Ja. Van de colonial nationalism, wat alleen maar voor blanke mensen was. Afrikaanse nationalisme, African nationalism. En ja, en nu hebben we rainbow nationalism. Hm. En dat stort nu in elkaar, dus ik weet niet wat het volgende nationalisme gaat worden in Zuid-Afrika. Maar en dan kom je bij Forum terecht vanwege dat nationalisme? Of heeft dat er niks mee te maken? Ja, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik kwam in 2015 naar Nederland. 2017 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik mocht stemmen. Nou, op wie ga ik stemmen? Nou, ik dacht eerst PVV. En toen gaf mijn vriend me het proefschrift van Thierry, de aanval op de nazistaat. Engelse versie had hij eigenlijk aan me gegeven, The Significance of Borders. Ja, en daar had Thierry het over het multiculturele nationalisme. Oké, daar gaat mijn studie ook een beetje over. Hè? Dat als je heel weinig dingen hebt die je bindt, dan misschien moet dan het idee van het land mensen gaan binden en de identiteit van het land. En dat vind ik wel een hele, hele mooie manier om ook Nederland... Ik denk dat ik hem citeer als hij zei dat je een laudator temporis acti bent. Wow, oké. Okay. Ja? Iemand die de tijd van vroeger prijst. Ja, dat zeker. En ik dacht, maar ik vond het al gewoon heel leuk dat er iemand in de politiek zat die een proefschrift had geschreven. Dat is, en die zo intellectueel bezig was en ook een partij aan het oprichten was, dat juist verder over dingen nadenkt. Dus uiteindelijk heb ik op Forum gestemd. Ja, en daarna mocht je je actief aanmelden voor de partij, heb ik dat maar gedaan. Ja, en daar begon het hele lange verhaal. Maar actief aangemeld en toen viel je plotseling op, of hoe ging dat? Nee, dat viel best wel mee hoor. We moesten uiteindelijk toen nog Je wilde echt lid van de partij worden, maar je wilde... Ik wilde wat meer doen. Ik dacht Wat deed je op dat moment? We waren bezig met het opbouwen van Forum binnen de provincie. Maar wat deed je voor vak? Ik werkte als vertaalster bij een vertaalbureau in Maastricht. En welke talen? Alleen van Nederlands naar het Engels. Dat was enorm veel werk. Ja, dat is veel werk. In die talencombinatie. Ja. Dus we werkten voor een vertaalbureau en en aan de zijkant waren we bezig met het opbouwen van Forum in de provincie. Maar... als historica doe je dus niet iets. Nee. Behalve. Nee, helaas niet. En ik denk dat helaas met heel veel historici gebeurt. Hmm. Er is enorm weinig te doen in ons vak als je niet binnen de universiteit blijft. En als je eenmaal uit de universiteit bent, is het heel moeilijk om terug te gaan. Er zijn ook niet zoveel die een proefschrift hebben geschreven trouwens. Want het heeft vaak doctorandussen, hè? Maar dat is terzijde. Ja, dat klopt. Ja, in Nederland zijn er nog heel veel verschillende titels. Hè? De DRS, de IR, daar moest ik ook nog even leren. Want wat is een DRS nu? Ja. Te lui om een proefschrift te schrijven, maar maakt niet uit. Oké. Nee, in de Engelse wereld is het alleen maar, je bent een dokter. Martin Bosma is overigens wel bezig met een proefschrift. Dat is af. Maar omdat hij van de PVV is, komt het maar niet rond. Ja, ik heb het gehoord. Ja. En dat is natuurlijk heel triest. Want ik neem aan dat zijn proefschrift een van de best onderzochte proefschriften is van de laatste tijd. Dus... Ja, daarover gesproken. Je bent aangesloten bij Forum als Kamerlid. Buitenland. Media. Handel. Ja, klopt. Mensen zullen je niet makkelijk herkennen, denk ik nog. Nee, maar ik ben ook niet iemand die heel graag de spotlight opzoekt. Ik ben en blijf historicus. Je kunt mij gewoon in een archief ergens opsluiten. En daar ben ik, denk ik, het meest gelukkig. Hm. Ik vind het gewoon fijn om gewoon mijn werk in alle rust en stilte te doen. Nee, ik ben niet iemand die heel graag en heel snel opstaat en voor de camera verschijnt. Nee. Maar dan komt... Forum zit natuurlijk in de hoek waar alle klappen vallen. Een partij die eerst ineens heel veel stemmen wint en een beweging wordt. En dan gebeuren er allerlei zaken, tot aan de dag van vandaag toe en morgen weer, denk ik. De klappen vallen voornamelijk bij de pers, waar het niet goed valt. En dan krimpen jullie in elkaar, gaan bij elkaar zitten. Ik merk dat op die fractie ook. En dan is het van, wij... doen het op onze manier en ze bekijken het maar daarbuiten.
Maar zit er nou veel toekomst voor je in? Want heb je dezelfde problemen als bijvoorbeeld een PVV'er heeft als straks... welk nummer sta je op de lijst? Of dat weet je nog niet natuurlijk. Straks? Ja, nu sta ik op 5. Ja, maar ik bedoel, voor de verkiezingen wordt dat opnieuw toch bekeken? Ja, maar dat hebben we nog niet besproken. Snap ik, maar goed, 5, 6 zetels. Stel dat Forum in elkaar zakt, dan zit je dus... dan hoop ik dat je man... in ieder geval... Ja, weet je, Ernst, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet heel veel over nagedacht. Ik ben altijd iemand geweest, I see it as it comes. Zelfs met mijn PhD, ik heb ook gewoon een koffer van 23 kilo mee naar Nederland genomen. En ik dacht, ik zie wel wat er gebeurt. Ja, maar je neemt toch een stap. Nu je ziet wat er met Forum, wat er met PVV eerder is gebeurd, wat er nu met Forum gebeurt, betekent dat je hierna, als er een hierna is, een carrière wel kunt schudden. In Nederland? Ja, in Nederland. Maar ik heb gelukkig dat ik een tweede thuisland heb. Dus ik heb altijd mogelijkheden. En dat vind ik wel fijn. Dus, ik ben niet heel gefocust op de politiek. Ik heb ook niet echt een passie om altijd in de politiek te blijven. Ik ben geen politiek dier. Nee, ik had ook eerder verwacht dat... als ik het verhaal zo hoor... dat je in de directie van een grote maatschappij iets zou gaan doen. Ja, ik heb nog nooit echt over... Ik dacht altijd dat ik op de universiteit zou eindigen. Ik had altijd een heel romantisch beeld van onderzoek doen en boeken schrijven en lesgeven. Maar de universiteit is dat ook niet meer. De universiteit is ook maar gereduceerd tot een business. Dat is gewoon een bedrijf en studenten zijn klanten en een diploma is een product. En er zit heel veel administratie en bureaucratie achter. En dat is bij mij, die passie, dat onderdrukt die passie in mij ook een beetje. Dat heb ik wel gemerkt. Ik heb altijd een heel romantisch beeld. Ja, en misschien dat ik toch ooit maar terug moet gaan naar boeken schrijven. En ja, dat kan misschien ergens lekker stil in de Limburgse heuvels. Of in de Karoo in Zuid-Afrika. Ik hou mijn opties altijd gewoon heel erg open. Ik ben niet heel gefocust op dit ga ik doen. En als het niet lukt, dan... Dan kan niks meer. Nee, maar het is meer een vaststelling. Kijk, ik begrijp het. Je bent nu zwanger. Ja. Er is een toekomst. Je gaat trouwen. Ik weet niet wat je man doet, of de toekomstige man. Ja. Of die voor het hele gezin al genoeg binnenbrengt, dat jij een boek kan schrijven straks. Maar de kans dat je of bij Forum doorgaat, want dat wil je dan wel. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon een hele leuke internationale tak bij Forum, die ik heel interessant vind, om internationale banden aan te halen. Dat vind ik enorm leuk werk, daar behoud ik me ook heel veel bezig binnen Forum op het moment. Ja, er is gewoon een plethora, in het Engels zou ik zeggen, van opties. En ja, in het Afrikaans hebben ze altijd een hele leuke gezegde, zeggen ze allemaal, alles zal recht komen. Alles zal recht komen. Het is niet eens Zuid-Afrikaans, het is ook vrij boers hier. Maar, alles maar het is waar, alleen je neemt bewust dus risico's, want je hebt je aangemeld bij de partij, vertelde je. Je komt dan binnen en je wilde meer en dat kreeg je ook, totdat aan Kamerlid aan toe en statenfractieleider geloof ik. Ja, in Limburg. Statenlid, ja. Nee, maar ik denk je moet ook... Maar je bent geen politiek dier. Nee, maar ik denk... Je wilde iets anders in die politiek. Ik denk dat het juist dat idee dat je je ook inzet voor iets wat gewoon heel belangrijk is. Kijk, we hebben natuurlijk ook gehad over dat idee van gemeenschapsgevoel. Van palmpazen en kerststukjes maken op school. En we zien natuurlijk allemaal heel langzaam aan wegglippen hier in Nederland. En ik denk dat was juist mijn grootste drijfveer om me wel politiek betrokken te maken in Nederland. Want kijk, je ziet natuurlijk hoe Zuid-Afrika eruit ziet als land. Wat er daar gebeurd is. Het Westen, Europa, Nederland volgt hetzelfde traject. Ja, en denk je gewoon een beetje als ervaringsdeskundige. Misschien kan ik toch nog iets betekenen voor mijn geboorteland. Om toch nog iets kleins proberen te behouden. En ja, misschien ben ik geen politiek dier, maar ik ben wel een ideologisch dier. En zit je bij de juiste partij? Als ik een ideologisch dier ben, ben ik absoluut bij de juiste partij. Ja, daar voel ik me echt wel heel sterk over. En daar ben ik ook zo blij dat wij juist niet de hele tijd politiek nadenken. Of wat is de beste politieke move dat we hier kunnen maken. We zeggen nee, wij hebben gewoon standpunten
Wij geloven echt fundamenteel in iets. En ja, daar blijven we bij staan. Ook al verliezen we Eerste Kamerleden. Ook al betekent dat dat mensen afhaken. Nee, we blijven gewoon voor één ding staan. En we're not gonna move on that. En daar, ja, misschien komt het ook door de hele strenge opvoeding op school. Daar heb ik heel veel respect voor. Dat je gewoon, hè, je houdt je rug recht. Ondanks de klappen die je vangt. Ondanks wat er gebeurt. Want er is gewoon nog een glimmer van hoop, denk ik, in Nederland. Waar je toch nog aan iets kan vasthouden van, ja, we hebben nog steeds Pal en Pasen. Ja, hoe absurd dat ook klinkt. Maar het zijn al die kleine dingen waarmee we met z'n allen, denk ik, met nostalgie op terugkijken. En dat je toch wil behouden. Ja, ik ben nu zwanger. Nu voel ik dat misschien nog sterker. Dat er dingen zijn die ik wil behouden. Echt mooie dingen die ik me kan herinneren. Want toen ik klein was, denk ik, ja, dat wil ik wel heel graag dat mijn kind dat ook meemaakt. Verkiezingen zijn over 2 jaar. Ja. Dan is hij, zij, ding. Of weet je nog geen hij, zij? Dat weet ik morgen pas. Oh. Dus dat wordt heel spannend. Dag te vroeg begonnen. Ja. Als hij, zij 1 à 2 jaar is, ben je misschien wel een boek aan het schrijven in Zuid-Afrika. Het zou zomaar kunnen. Mag ik je hartelijk danken. Dankjewel, Ernst. Voor dit gesprek. Dankjewel.